Door middel van diagonale scheidingen heb ik het haar in drieën verdeeld. Begin met de pluk rechtsachter. Daar maak ik de eerste staart. Nu pak ik de pluk links achter en zorg ervoor dat hij bij de andere komt. Ook de bovenste pluk gaat in een staart. Op iedere pluk spuit ik glansspray. Verdeel de staart in drieën en maak een driestrengenvlecht. Pak een paar haren, zodat je de vlecht omhoog kan schuiven. Draai hem om het elastiekje heen en zet hem vast met een schuifspeldje. Dit herhaal ik met de overige twee staarten. Met schuif- en steekspeldjes zet ik de vlechten vast waar ik ze hebben wil. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!